En ik dien een motie van wantrouwen in. Zo lijkt het er af en toe wel eens op de afgelopen periode. Met zoveel moties van wantrouwen. Waarvan je ook denkt van jongens, kom op. Het is ook wel zo dat het wel mensenwerk is. Dus een beetje mildheid, een beetje meer genade. Dat zou de... In het algemeen als het gaat om deze kwestie. Nee, maar zoveel levens is dat kapot zijn gemaakt. Dat is bij de PvdA zo weinig genade is binnen de partijen. Soms is de druk massaal van buiten. Die was dat ook op Asje. Ja. Bij de PvdA is het ook altijd een streven naar ons. Onze leider moet gewoon moreel, zullen we zeggen, verheven zijn. Ja, ja. Zonder smetten. En dat is heel ingewikkeld. Zeker als iemand al minister is geweest. En ik zeg ook altijd van ja, weet je, in de fanstore van de PvdA is het messenblok altijd uitverkocht. En dat maakt het voor die partij gewoon echt wel lastig. Ja. Maar, Rutte komt ermee weg, omdat VVD-aanhangers zeggen van ja, onze voorman maakt veel fouten, maar waar gehakt wordt volle Spaanders. En dit zien we door de vingers, omdat er voordelen tegenover staan. En dus bij sommige partijen worden er hogere eisen gesteld aan het leiderschap. Maar het is wel het lastige, vind ik. Van, je hebt soms samen gezegd. Ja, dat is waar, maar soms gaat het daarna de tekst nog door. Is dat in elk geval. Dat is dat het tegelijkertijd ook wel weer de kunst is om te onderscheiden tussen er zijn fouten die gemaakt kunnen worden en soms ook wel een streep te trekken en zeggen dit was te ernstig om daarmee ook de norm te stellen en te bevestigen. Want gaan we komende week zien. Dat gaan we zien of we dat misschien morgen wel.